Avond. En het breeklicht in je ogen en jij kijkt. Het breekt oranje op in je ogen. Het vloeiende licht waarin ik wist wat ik later nooit zou weten. Hoe een woord zomaar een ander woord kan gaan betekenen en dat alles. Buiten hangt de avond. Steriel en laat al. De lome rook besluiteloos tussen ons in en jij kijkt. En wat dat oproert in een avond in mei. Rode, glanzende mieren, honderden. En even nog. Voor het licht krimpt. De jeuk. De laaiende jeuk van je ogen, het laat niet af. Ook niet nu het licht al, want op het hellingsvlak tussen nu en straks wacht ons een kamer. Zonder muggen of aarzeling, het kan niet anders, want boven mij hangt je hand. Die mij niet aanraakt, maar mij de mogelijkheid geeft om mijzelf er tegen op te drukken. De tomeloze mogelijkheid om mijzelf op te drukken tegen een hand die mij niet aanraakt, maar mij de mogelijkheid geeft om wachten. Zwellen. Dat is bijna hetzelfde. Bij de knikklijn loopt het in elkaar over, wat ik wil en wat ik weet en het neonlicht. Het kleurenspectrum in een regenplas, even is dat waar geweest. En fel oranje, het kan niet anders. Soms denk ik bij die hand nog een avond. Een mond, een schouder, een geslacht. En dat alles. En dat jij de mieren niet. En de zwellende kleuren niet. Dat kleur maar stof en licht. Dat nauwelijks het licht nog de avond, even nog. Laat het nog even. Tot het licht niet langer. Tot ook het kijken niets meer dan richting van je ogen wordt. En nog een uur. En nog. En nog geen ochtend. Tegen het raam een of andere zachte regen. En daarachter het eerste verkeer, het ruisen rond me zwelt op tot een nieuwe ruimte. Tot een kant-en-klare oceaan zoals die klinkt op relaxatie-cd's. Het omgeeft je. Volledig. En dan maakt het licht de kamer leeg en het heeft veel weg van overleven. Alles een tijdstip en een grondgebied willen geven. De mensen een bevattelijke fysica, zo een schuifspanning bijvoorbeeld. Zoals wind bij het schuren over een wateroppervlak deeltjes verplaatst. En dat het achteraf niet eens uitmaakt. Het volume bleef hetzelfde. Het blauw zonder schakering. Doet het ertoe? Wie wat van wie heeft meegegraaid of wie er als laatste recht bleef staan? Feiten worden altijd door structuren ingehaald. 'S Ochtends de tanden tot grind gebeten. En de mond leeg van verweer. En ik heb het geprobeerd vannacht. De vissen op de kust weer in het water geprobeerd. De vissen terug in hun leven te gooien en weer de vissen weer in leven in het water te gooien, dat heb ik geprobeerd. Doet het ertoe? De armen in het ledige in elkaar uit te strekken.
Amper is er plaats tussen bot en verleden en laken en uit meer blijken we niet gemaakt. Continental breakfast op bed. De schijn van een plek die ons toe kon komen zonder muren of schoorsteen of ogen. Maar wonen doen we nergens, tenzij in hotelkamers of in het crematorium. En het zijn de mensen die sterven. En de dieren die doodgaan. Elk een ander soort nekschot, even hulpeloos, de laatste scheve stand van de mond. Strekt de dag zich uit in de lange, lange nacht. Wakker van woede en vroeger en drang. Duurt de dolen langer dan de horoscopen loofden. Langer dan het duurt voor straten zich verleggen om een stad opnieuw te ontwerpen. Ontkoppeld van herinnering. Van het valse geel van de straatverlichting. Zelfs afscheid krijgt daarin een gloed en ik wil het niet. Kies in de plaats daarvan een orgaan om in pan te leggen. Ik draai me zo vaak in de lakens om tot ook jij je omdraait. Tot een driehoek weer een lijn wordt. Arend en prooi geen wet. Een spel maar. Komt dan de ochtend. Het optrekkende verkeer en messcherp dat licht. Raap dan de tanden op. En laat de vissen liggen. Dank u wel. Ja, goedemiddag dames en heren. Welkom bij het afsluitende schrijversfeest, jaarlijks feest, aan het eind van 3 dagen winternachten Writers Unlimited. En hoe beter het te openen met de zachte tonen van de trompetist Erik Vloeimans en met de zachte woorden van dichter Charlotte van den Broek. De gedichten die u net hoorde, die kunt u ook nalezen met nog heel veel andere gedichten in haar bundel die gisteren is verschenen. Nachtroer is de titel. Ik zei het al, we zijn hier bij het Schrijversfeest. Programma van de literaire prijzen van de gemeente Den Haag in samenwerking met de Jan Kampert Stichting. We gaan de letteren vieren, de literatuur, de gedichten, de kunsten. Daar horen ze bij natuurlijk. En de afgelopen dagen was, zoals ik al zei, het Winternachtenfestival gaande met geweldige schrijvers uit Nederland, uit de rest van de wereld. En er viel één ding me op, wat een paar keer terugkwam. Over de rol van literatuur, de rol van teksten, van fictie, van woorden. En ik vroeg aan een aantal schrijvers, is hoop belangrijk? Geven ze misschien hoop? En wat ze zeiden, het gaat niet om hoop, dat is een ongrijpbaar iets, het gaat om schoonheid. Schoonheid kun je zien, kun je voelen, kun je misschien soms wel ruiken. Maar dat is wat echte kunstenaars doen, dat is wat schrijvers doen. Ze creëren schoonheid. En in dit geval schoonheid met hun woorden. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat we vandaag heel veel schoonheid gaan meemaken. En we gaan het vooral eren. Want er worden 4 bijzondere mensen geëerd vandaag met hun prijzen. Toegesproken door mensen die heel veel met hun werk hebben, dat ga ik allemaal later introduceren. En we gaan het hebben ook over de staat van de Nederlandse letteren. En wie beter om het daarover te hebben dan de allereerste gast van vandaag, Karin Ahmad-Mukrim. Een heel hartelijk welkom. Goedemiddag dames en heren. Ik ben gevraagd om de jaarlijkse beschouwing op de staat van de Nederlandse literatuur te schrijven. En ik denk dat ik wel weet waarom. Het is omdat ik me wel eens heb uitgesproken over het schrikwekkend witte gezicht van de Nederlandse letteren. En het gebrek aan interesse voor dat wat net buiten het gezichtsveld plaatsvindt. En als we het willen hebben over de staat van de literatuur anno 2017, dan kunnen we dit onderwerp nauwelijks buiten beschouwing laten. In onze tijd spelen thema's als religie, kleur en etniciteit een grote rol, of we dat nu willen of niet. We hebben te maken met massamigraties en ons denken over onszelf zal steeds meer verschuiven naar wie we zijn in relatie tot de ander. De aandacht voor de verscheidenheid in de Nederlandse letter is de laatste paar jaar voor mijn gevoel een klein beetje toegenomen.
Ik denk daarbij aan de waardering voor auteurs als Astrid Roemer en Alex Bogers, wier oeuvres elk op een eigen manier bijdragen aan een bontere, minder eenvormige literatuur. Voor een groot deel wordt die voorzichtig toenemende aandacht of waardering gestimuleerd doordat tamme, voorspelbare keuzes aan de kaak worden gesteld en vastgeroeste denkpatronen in twijfel worden getrokken, bijvoorbeeld door actief kritische mensen als de lezeres des Vaderlands, bijvoorbeeld als het op vrouwen aankomt, of EBC Rauw van University Press als het over etniciteit gaat. Debat is noodzakelijk om niet in te dommelen in het eigen gelijk, maar ook om de literatuur werkelijk te laten zijn wat zij in potentie is. Een kunstvorm die voortdurend in beweging is, ons doet nadenken over onszelf, werelden opent die voorheen onbekend of gesloten bleven. Maar belangrijker nu dan discussies over etniciteit of gender, hoewel ze er in directe relatie toe staan, is de extreme en beangstigende tijd waarin we leven en de vraag die daar wat mij betreft uit voortvloeit, hoe de literatuur zich daartoe verhoudt. Afgelopen week schreef Arnon Groenberg over het verval in de wereld, dat de schrijver het niet kan tegenhouden, maar het hooguit beschrijven kan. Ik dacht daar vanochtend aan, onderweg hierheen, dat de wereld natuurlijk per definitie chaotisch is, zoals het werk van de mannen die vandaag geëerd worden daar in zekere zin ook een reflectie op zijn. Bij Atte Jongstra wordt die chaos misschien wel bezworen door een encyclopedische benadering ervan. Kees het Hart beschrijft het gelukkige schrijven in zijn essaybundel als een vorm van onschuld die uit een constructie van leugens geboren wordt. Een constructie die op het eerste gezicht meer op chaos dan orde lijkt. Terwijl de tuin in het meest recente boek van Anton Valens door sommigen wel wordt gezien als symbool voor het modderige, echte leven. De chaos heerst als altijd en verval lag al eens eerder op de loer. Maar we leven nu onmiskenbaar in een tijd van uitwassen. Er staan gevaarlijke mensen aan het roer van grote wereldrijken. Leiders die in het zadel geholpen zijn door een groot publiek dat leugens verkiest boven waarheid, haat boven empathie, oppervlakkigheid boven verdieping. En daarom kan ik niet anders dan me afvragen wat voor literatuur in zo'n klimaat geboren wordt. Nu ken ik de verleiding om over literatuur te denken als een universele apolitieke plaats. Want in zekere zin is literatuur dat wat voortkomt uit het beschouwen van de wereld en de mens en iets wat vorm krijgt in een zekere luwte, niet op de letterlijke bres. Iets wat met een kalm gemoed gebeurt. Niet met een wanhopig of woedend hart. Maar de politieke aard van de literatuur schuilt misschien niet zozeer in de toon of de stijl van het beschrijven, maar juist in dat wat het blootlegt. De mechanismes van uitsluiting bijvoorbeeld, waaraan wij zo gewend zijn geraakt in onze samenleving, die op het eerste gezicht wel min of meer af is. Of de sluipende aard van het kwaad, hoe het in ons allemaal huist en hoe makkelijk we ernaar afglijden. Hoe grote wandaden uit een niet zo ver verleden opnieuw gepleegd dreigen te worden, weer uit vrees voor het type mens dat we hebben gebombardeerd tot de ander. Misschien is dit het moment om opnieuw en in volle hevigheid te beseffen dat literatuur altijd politiek is in de intieme relatie die zij aangaat met de lezer. Literatuur is het schetsen van een mogelijke wereld en soms, in tijden als deze, is alleen al het bestaan van de literatuur een daad van verzet. Zoals op dit moment in Amerika de beweging Writers Resist is opgericht en waar talloze schrijvers en publicisten zich bij hebben aangesloten om hun stem te lenen aan een alternatief voor de haat en de onwetendheid die daar heerst. Nederland is geen Amerika, maar wij moeten ons geen illusies maken. De verkiezingen van maart staan voor de deur en de voorspelde uitkomst is weinig florissant. De opmerking van Geert Wilders om na maart schoon schip te maken is een huiveringwekkend heldere belofte. Het wereldbeeld dat populaire politici nu schetsen staat recht tegenover de idee van gelijkheid, empathie, universele menselijke waarden. Het is een beeld dat tegenover de idee van literatuur staat en het is een beeld dat een grote aantrekkingskracht uitoefent op massa's en massa's mensen. In het licht van de meest recente ontwikkelingen, de vluchtelingen die nu op dit moment, terwijl wij hier met elkaar praten, doodvriezen in tentenkampen omdat ze ons land niet in mogen.
Het ongekende massagraf dat de Middellandse Zee heet. De angstaanjagende roekeloosheid van Donald Trump en de aanstaande overwinning wellicht van onze eigen Geert Wilders. Al die voorbeelden die als gedeelde noemer hebben dat het legitimaties zijn van haat voor de ander. In het licht van die ontwikkelingen sta ik voor mijn gevoel machteloos. Een gevoel dat u allemaal wel zal herkennen. En ik vraag me af of kunst ons überhaupt iets te bieden heeft in deze tijd waarin het wrede en het onverschillige zich oppermachtig hebben bewezen. En op hetzelfde moment vraag ik me af wat ik zou zien als ik in de toekomst terug zou kijken op de keuzes die ik nu maak. Hoe het antwoord zou luiden op de vraag wat ik heb gedaan, wat ik heb geschreven toen we op de drempel van de ondergang stonden. Wat is de staat van de Nederlandse literatuur? Ze heeft in elk geval ten dele het karakter om enigszins naar binnen gekeerd te zijn. Stoïcijns haar eigen pad te volgen. Boeken die buiten de waan van de dag staan, die het universele zoeken in het hyperpersoonlijke. En er zijn boeken die de buitenwereld binnenlaten, zoals Rachid Novairus, Zeg maar dat we niet thuis zijn. Of Tommy Wieringa met Dit zijn de namen. Annelies Verbeekes, 30 dagen, Ilja Leonard Pfeiffer met La Superba. En nu merk ik dat ik bij al die boeken mezelf de gewetensvraag stel of onze huidige tijd niet een zekere verplichting schept om na te denken waar wij staan met onze literatuur. Misschien niet zozeer om antwoorden te formuleren, maar meer om een grote nieuwe angst onder woorden te brengen. Een angst waarvan ik het gevoel heb dat we die met elkaar delen. En die angst is dat er niemand naar ons luistert, want de pestkoppen hebben de grootste macht. En niemand durft meer gevoelig te zijn of toe te geven dat hij de oplossing ook niet heeft, maar wel weet dat het begint bij begrip en herkenning van de pijn in elkaar. Literatuur, zo heb ik geleerd, streeft ernaar iets universeel menselijks bloot te leggen. De laatste tijd dringt zich de gedachte aan me op dat als iets tijdloos en menselijk is, het verlangen is om te mogen haten, puur en ongegeneerd, met een flinterdun argument om het te verantwoorden. Als iets voortdurend terugkeert in de geschiedenis van de mensheid, als de klepel van een klok, een pendulum dat na een tijd van opwaarts klimmen uiteindelijk weer terug zal vallen, dan is het het onvermogen, of eigenlijk liever de onwil, om te leren van onze fouten. Als literatuur het universeel menselijke wil vangen, dan is dit misschien wel de beste tijd om dat te doen. Want we leven te midden van het bewijs dat zoiets abstracts als beschaving niet uit onszelf komt, maar iets is waaraan wij keer op keer herinnerd moeten worden. En misschien moeten wij schrijvers die herinnering vormgeven. De waarheid is dat het cynisme nu even heerst. Maar laten we ons voorhouden dat als de literatuur enige macht heeft, het is om lege, betekenisloze en zelfs leugenachtige politieke werkelijkheden tegenwicht te bieden en mensen te wijzen op de idealen die de literatuur in haar kern met zich meedraagt. Empathie, vrijheid, zelfs liefde. De schrijver beschikt over het talent om woorden te lenen aan dingen die verborgen blijven. Jan Baken, de vierde man die vandaag geprezen wordt en de enige die ik nog niet heb genoemd, verwoordde het in een eerdere bundel, of zo heb ik het in elk geval geïnterpreteerd, als volgt. Het is niet zo dat de dingen om ons heen niets beweren. Ze hebben alleen geen woorden om het ons duidelijk te maken. Wij zijn schrijvers. Wij hebben die woorden wel. Kan het zijn dat ons instrument, de taal, ons verplicht om ons uit te spreken over onze wereld, die zo bedreigend en aan het kantelen is, naar de verkeerde zijde overslaat? Misschien moet het buiten de roman, buiten het gedicht om, of juist niet. Misschien worden de grote vragen wel in het werk opgenomen. Misschien op dit soort momenten, als vandaag, of in essays en ingezonden brieven. Hoe het eruit ziet, weet ik ook niet, maar we moeten ons hoe dan ook uitspreken. Want de staat van Nederland nu dicteert dat de literatuur het zich niet meer kan veroorloven om apolitiek te zijn. Dank u wel. Ja, ik kondigde Karin aan met wie beter dan Karin om de staat van de Nederlandse letteren te duiden. En ze leverde toch? Literatuur kan behagen, kan troost geven, kan inzichten geven en het mag schuren. En misschien schuurde voor sommige mensen onder u de lezing van Karin wel. En dat is de schoonheid ervan. De literatuur moet ook een veilige plek zijn om radicaal van mening te verschillen.
elkaar met woorden te bestrijden. Maar idealiter, en daar refereerde Karin ook al naar, op basis van waarheden. En dat is ook iets waar schrijvers natuurlijk mee werken, naar streven, naar een soort van hogere waarheid, soms misschien wel, soms misschien niet. Ik ga u niet heel erg lang vervelen met mijn visie op de literatuur, want er staan allemaal mensen te popelen om u toe te spreken. En de allereerste, uiteraard, Aad Meinders, voorzitter van de Jan Kampert Stichting. Welkom, kom naar voren. Daar zit je. Dankjewel. Ja, allereerst als voorzitter van de Jan Kampert Stichting natuurlijk mijn felicitaties voor de laureaten. Jan Baken, Kees het Hart, Anton Valens en Atte Jongstra. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, ik moet eigenlijk wel denken, toen ik mij had voorgenomen jullie te feliciteren, wat ik me afvroeg, moet ik dat wel doen? Omdat, ik zeg het maar eerlijk, over een jaar worden de geldbedragen aanzienlijk verhoogd bij de prijs. En daar gaan jullie niet van genieten. Dat betekent dat de Huygensprijs van 10 naar 15 gaat. Ah, en dat de overige prijzen van 5 naar 7000 euro gaan. Maar goed, je had hem nog veel eerder kunnen krijgen en dan was hij nog lager. Dus alles is veel voor wie niet veel verwacht, zeg ik de dichter Bloem maar na. De prijzen waartoe wij uiteindelijk zijn gekomen, die vereisen natuurlijk een lange weg van praten, lezen en vooral lezen, ruzie maken, elkaar overtuigen. En dat is een grote club mensen die dat doet. En ik ben mijn mede-juryleden dan ook hartelijk, of ben ik dankbaar dat zij aan die gesprekken hebben deelgenomen. Dat zijn Erika van Boven, Jeroen Dera, Ira van Dijk, Arjen Fortuin, Jan de Roder, Karel de Strijker, die ik vorig jaar vergat te noemen en nu twee keer noem, Karel de Strijker, en Maria Vlaar. Voor Ira van Dijk is het de laatste keer dat ze de prijzen mee heeft bepaald. Zij is vanaf 2002 jurylid, CQ-bestuurslid geweest en houdt nu op met dat zegenrijke werk. En ik ben haar zeer dankbaar, niet alleen voor de discussies die zij mee heeft gevoerd, maar ook voor haar soms actieve inbreng bij de symposia die wij hielden. Het laatste symposium van dit jaar, dat over de literaire getuigen ging, over kampliteratuur. Dat is een onderwerp dat Ira heeft aangedragen. We hebben gelukkig weer versterking gevonden binnen het bestuur. Sanne Parlevliet is als bestuurslid gekomen en Sarah van Kras-Schaver. De laatste zorgt ervoor dat ook het Vlaamse element weer op volle sterkte is. Dat heeft de Kampert Stichting altijd gedaan. Een Vlaamse juryleden. En Paul de Wispelare is daarvan misschien wel het sprekendste voorbeeld. Hij is bijna 20 jaar lang bestuurslid geweest. En ik begrijp altijd als ik voormalige juryleden van de Kampert Stichting spreek, dat de beraadslaging in zijn Hof van Ede, zijn tuin in zijn Vlaamse woonplaats Maldegem, legendarisch zijn geweest. En ik vind het ontzettend jammer dat ik daar niet aan mee heb gedaan. En ik weet niet of Sarah een tuin heeft. Het bracht mij er wel toe om het werk van Paul de Wispelare weer eens uit de kast te trekken. En ik lees u een kort stuk voor uit zijn boek Paul tegen Paul. Het verzet tegen genuanceerd denken, en dus tegen denken zonder meer, is een barbaarse aanslag op de vrijheid van de mens en regelrecht in strijd met de democratie. Tegenover de doctrinaire en rancuneuze van diverse soort die mij omringen, neem ik hoe langer hoe bewuster en hoe overtuigender een houding van laat 19e eeuws dilettantisme aan, door Anatole France zo prachtig gedefinieerd als la volupté de l'intelligence. Het is een houding die mij toelaat mij naar hartelust te ontdubbelen, van alles en iedereen tegelijk het pro en contra te zien. Mij achtereenvolgens op verschillende en tegengestelde standpunten te plaatsen, met mijzelf te dialogeren, uiteenlopende personages in mij te laten opstaan. Ook mijn literaire kritiek zal steeds sterker door die relativistische houding gekleurd worden. Dit hoeft enkele overtuigingen, ideeën en voorkeuren allerminst uit te sluiten, want die moeten precies op tijd en stond scherper geformuleerd worden, naarmate ze als relatiever worden beschouwd. Alleen de waarheid
zou niet gemotiveerd en niet verdedigd dienen te worden. Maar die bezit ik niet en die bestaat niet. Tot zover Paul de Wispelaren. Ben ik ook verschuldigd als voorzitter van de Kampert Stichting aan het college van BMW. Dat opnieuw de Kampert Stichting voor een periode van 4 jaar subsidie heeft toegekend. En er ging een wens uit van de gemeente om het aantal cultuurprijzen terug te brengen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat besloten is de G.H. Schravenzanderprijs, die driejaarlijks werd toegekend voor bijzondere letterkundige verdiensten, is gesneuveld. Dus van die prijs zult u niet meer kunnen genieten. Misschien is Winternachten daar zo van geschrokken, want die hebben opnieuw een prijs ingesteld. En dat is de jonge Kampertprijs voor scholieren. Daar weet ik helemaal niets van, maar dat zult u duidelijk worden wat die prijs betekent. In ieder geval wens ik u een hele prettige middag toe. Dank u wel. Dankjewel, Aad. Je kondigde de jonge Kamperdichters al aan. Dat is een samenwerking met het Haags Dichtersgilde. We hebben workshops georganiseerd op 2 scholen, de Populier en Edith Stijn. En daar hebben leerlingen dus meegedaan aan het schrijven van poëzie. Dat is een heel proces geweest. Gisteravond was de eerste selectie van jonge dichters op het festival aanwezig. En hebben onder leiding van Francis Broekhuizen, geweldige Francis Broekhuizen die hier ook is, die voor de afgelopen jaar natuurlijk gepresenteerd heeft, hebben hun gedichten voorgedragen. Daaruit zijn 3 winnaars voortgekomen. Die ga ik zo meteen naar het podium vragen. En nu komt het interactieve gedeelte voor u. Want u denkt natuurlijk, laat haar maar praten en wij kijken wel. En soms sukkelen we misschien in slaap. Maar u gaat bepalen wie van de 3 jonge dichters straks wint. Ik ga het zo meteen uitleggen. Eerst wil ik ze even naar voren roepen. Paula Golunska, Tessa Lotron en Kjell Hoeksum. Geef ze een applaus. Hi. Paula. Tessa, hi. Ja, hey, welkom. Paula, ik heb begrepen dat het een hele drukke periode voor jullie is geweest met toetsweek. En toch meegedaan, gedicht geschreven. Hoe was dat? Wacht, microfoon. Ik ga ervan uit dat iedereen... Ja, hoe was het? Goed. Ja, gedichten schrijven is niet zo moeilijk, volgens mij en voor mij. En daarom was het ook niet ongelooflijk slecht met die toetsweek en zo. Mm-hmm. Ja, best wel goed. Ja, je zegt het was niet zo moeilijk. Je schrijft vaker? Ja. Ja. Gedichten of ook verhalen? Gedichten. Ja, en dat is echt van iets wat je al langer doet? Zo'n 5 jaar. En wat vind je er mooi aan gedichten? Ja, dat ik in 3 talen kan dichten. Dus wow. Dat doe ik ook. En welke talen zijn dat? In het Nederlands, in het Engels en in het Pools. Uh-huh. En dat vind ik gewoon leuk. Ja. Om te gaan dichten en in verschillende talen. En... Kun je er ook je gevoelens in gedachten in kwijt? Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja. Dankjewel. We gaan zo meteen horen wat je geschreven hebt. Tessa, hoe was het voor jou? Ik kom heel even tussen jullie instaan. Ik vond het wel... Ik had eigenlijk vrij snel een idee van wat ik wilde vertellen. Ja. Vanaf daar was ik vrij snel klaar eigenlijk met het gedicht. Ik had wel een paar kleine aanpassingen die ik moest doen, maar het was niet heel erg veel werk. Ja. En nou, was gisteren de voordracht, hè, voor het publiek, ja, in de foyer. Hoe was dat voor je? Heel spannend. Ja. Ik vond het wel een beetje eng. Maar ik vond het wel echt leuk om dat een keertje te doen. Ook dat je wel echt... Beetje soort van meteen weer reactie krijgt op wat je doet en zo. Dus dat was wel echt leuk. Ja. En dacht je van tevoren na, dat win ik wel hoor. Nee, ik had het echt niet verwacht. Ook omdat, ja, Kjell die deed dus iets met de muziek. En Thijs die ging ook zich verstoppen. En er waren echt hele goede lange gedichten aan mij. Gedicht is best wel kort. Dus ik had het echt niet verwacht eigenlijk. Ja. Maar ja. Dus zo zie je mij. Dat heeft niks met lengte te maken. Nee, inderdaad, maar toch. Ja. Kjell, nou, je werd net al genoemd. Iets met muziek heb je gedaan. Ja. Wat dacht je, ik maak indruk? Ik had een stukje bij mijn gedicht geschreven zelf om mijn eigen zenuwen een beetje te kalmeren. Ja.
Ik heb alleen net gehoord dat nu de muziek niet kan. Dus... Ja. Maar wij zijn jouw muziek, stille muziek. Ja, nou, ik hoop het. Je komt helemaal goed. Ja. En hoe vond je het gisteren? Met al dat publiek en... Ik vond het gisteren heel leuk, maar ook wel heel erg spannend om te doen. Ja. Wel iets wat je misschien wel vaker wil doen? Lonkt dat applaus? Weet ik niet. Nee, weet je niet? Echt geen idee. Nee? Nou, we gaan het vandaag mee. We gaan het uitproberen zo meteen. Wat we gaan doen, ik laat de drie kandidaten... Nou ja, onzin, ze zijn geen kandidaten. Ze zijn drie keien van dichters, nu al. Laat ik het gedicht voorlezen, om de beurt. En daarna ga ik aan u vragen om harder, allerhardst te applaudisseren voor het beste gedicht. En achter staat iemand die gaat het applaus meten. Kijken welk applaus het luidst is. Dus geef het alles. Ze staan hier voor u met prachtige gedichten. Dus we gaan zorgen dat ze de smaak te pakken krijgen en ermee verder gaan. Ik begin met jou, Paula. Of je kan... ja, zeker. Rotmauzen. Ik hoor zo'n vrouw. In de keuken. Achter de muren. In mijn achterhoofd. Ze lopen onder de grond. En komen in mijn oren terecht. Ik voel hun kleine pootjes tussen mijn moffe hersenen. Door die mauzen kan ik niet slapen. En ik moet schrijven. Vannacht. Vannacht hebben de mauzen me verlaten. En nu zijn ze met zijn tweeën. Stilte en ik. Zoals het vroeger was. Verhoogde alertheid. Ik hoor alles. Maar er is niks om te horen. Ik zie alles. Maar er is niks om te zien. Omdat de mauzen weg zijn, heb ik niemand om te praten over dingen waardoor ik niet kan slapen en waarover ik moet schrijven. De mauzen komen nooit meer terug. En daar kan ik niets aan doen. Ik weet niet meer hoe de wereld eruit ziet. Want ik slaap voortdurend. En ik schrijf al lang niet meer. Tessa, aan jou de vloer. Met mijn vriendinnen giechelen. Met mijn hakken klikken. Mijn haar controleren in de spiegel. Mijn lippenstift opdoen. Naar leuke jongens kijken en erom lachen. Naar andere meisjes kijken en ze uitlachen. Maar eenmaal thuis verwijder ik weer alle make-up. Thuis doe ik mijn pruik weer af. In de spiegel zie ik de echte ik. In de spiegel zie ik de jongen die ik helaas ben. Dank je wel. En Kjell, je mag afsluiten. No sounds around me. Peaceful silence. No one talking, not even the wind howling. The only thing I've been left with is my personal turbulence. Thoughts, good and bad, racing through my mind, questioning my every decision, my every move. Is there nothing that could have been done to save my kind? Running out of time, it's almost over. Walking around for ages, simply lost in my own imagination. An enormous valley, within the middle, a lonely clover. Even from a mile away, you could surely see the pretty thing is losing its leaves. A spark, a sudden concern for this lonely plant. I run towards it, realizing I'm not moving at all. In fact, I can't. Then it hits me.
All this time, all these years, I haven't been moving. Another spark, this time painful, accompanied by bursts of screaming. The valley starts dissolving around me, starting underneath myself. The last spark, now everything fades to black. It felt like forever, as if I was trapped in nothing. Then, the first sound I've heard in years. Oh my God, you're back. My eyes open, I turn my head. A man in white, a doctor, I think. He speaks to me, sir. For nearly 15 years, you've been fast asleep. Dat ging toch prima zonder muziek, hè? Ja, alle drie waren heel erg indrukwekkend. En nu komt de verantwoordelijkheid bij u, dames en heren. Wie van deze drie jonge geesten gaat er vandoor met de prijs en de oorkonde? We doen het gewoon één voor één. En met bezieling, hè, dat applaus. Ik wil hier dat het gaat trillen. Dat we zo'n beetje... Wie vond Paula het allerbeste? Applaus. Wow. Ik ben nu ongelooflijk jaloers. Er is in mijn hele leven nog nooit zo hard voor mij geapplaudiseerd. Chapeau. Nou, fijn. Nou, de tweede. Wie vond Tessa geweldig? Ik ben blij dat ik het niet hoef te meten, want ik kan er geen onderscheid in maken. En dan de enige jongen, Kjell. Wie vond hem fantastisch ook? Engelstalig. Wat een lief publiek bent u. U bent echt... Ik vind het geweldig. Jullie klappen zo hard mee. En nu weet ik niet voor wie het hardst geklapt is. Dus ik kijk even naar achteren. Gaan we raden of ga ik het gewoon bekendmaken? Raden? Nee? Nou, de winnaar. S is Paula. Gefeliciteerd. Maar het zijn natuurlijk alle drie winnaars. Gefeliciteerd ook. Gefeliciteerd. Dus ze krijgen ook alle drie een prijs. Paula, ik ga zo nog even om een eerste reactie vragen. Dat hoort altijd, hè? Hoe het voelt, dat hoort altijd. En Kjell? Nou, Paula, hoe voel je je nu? Goed. Ja? Ja, ik kon slechter. Nee, ik kan niks zeggen. Nee. Ik kan het echt niet voorstellen dat ik... Ja, prijs zou winnen hier. Ja, je hebt het gewoon geflikt. Ja. We gaan waarschijnlijk nog heel veel meer gedichten van je lezen, heb ik het idee. Ja, heel graag. Ja. Nou, daar kijken we allemaal naar uit. Heel erg bedankt. Paula, Tess, Kjell. Dank jullie wel. Zo, en dan gaan we nu verder met de allereerste uitreiking. En dat is, beginnen we met een visuele loftuiting voor de winnaar van de Jan Kampertprijs voor de beste dichtbundel. Hij is al net genoemd, Jan Baken. En dat gaat doen mediakunstenaar Alfred Marseille. Alfred werkt heel veel met Jan Baken. Ze hebben projecten gedaan met datagedichten, videogedichten, installaties. En hij heeft nu dus een visuele loftuiting voor hem. Daar gaan we eerst naar kijken en dan... Komt Alfred Marseille naar voren. Oh, kom je eerst... Kom maar. Introduceer de... Ja, natuurlijk. Introduceer het maar. Ja, ik dacht, ik kondig het even aan. Ik heb voor de gelegenheid van deze middag een korte film gemaakt. Het gaat niet over Jan, maar het is in feite een opmaat... voor een nieuw project waar ik met Jan aan werk. Een project wat wordt aangestuurd door online data... die over iedereen beschikbaar zijn... De tekst is van Jan. En ik las in een persbericht iets over
Jan als meester van de troosteloosheid. Het is een kwalificatie die ik niet altijd kan plaatsen in verband met zijn werk, maar voor deze tekst gaat dat zeker op. Veel plezier. Please accept our apologies.
Mooi, dank Alfred Marseiller. Bevreemdend en herkenbaar tegelijk. Heel mooi. Dan wil ik nu heel graag wethouder Joris Wijsmuller naar voren roepen om de Jan Kamperprijzen in te leiden. En uiteraard te beginnen met de allereerste winnaar. Applaus. Dankjewel en goedemiddag allemaal. Ik ben inderdaad Joris Wijsmuller, wethouder cultuur. Een wethouder die heel blij is dat wij hier in Den Haag de literatuur vieren. Dat wij hier in Den Haag met het Winternachtenfestival ter afsluiting het slotakkoord hier het schrijversfeest hebben. Waar we inderdaad ook de schrijvers vieren. En ook met de lofredes die daar ook zo dadelijk ook nog meerdere van zullen volgen. Ik ben daar heel blij mee. Aad heeft het al gezegd, de Jan Kampert Stichting met de prijzen. Prijzen die al na de oorlog gemeenteprijzen zijn. Wij zijn de enige gemeente in Nederland die al sinds jaar en dag prijzen van nationale betekenis geven aan de literatuur. Ik ben er heel blij mee dat we daar ook mee doorgaan, ook in het nieuwe kunstenplan. We hebben inderdaad de focus nog wat meer gelegd om daarmee ook niet het geldbedrag te verlagen, integendeel de geldbedragen te kunnen verhogen. Want we vinden het van belang dat we blijven accentueren dat de schrijvers op allerlei verschillende vakgebieden, verschillende onderdelen van de literatuur, hier ook in Den Haag geëerd worden. Den Haag is een literatuurstad. Dat zit ook in het kunstenplan zo vertegenwoordigd. We hebben nu net weer een nieuw kunstenplan vastgesteld vanaf 1 januari 2017. Een kunstenplan waar ook enige schaduw overheen hing door ook de moeilijke besluiten die we daarin hebben moeten nemen. Maar een kunstenplan waar ook vooral 14 nieuwe initiatieven in zitten. Maar zeker ook heel veel literatuurinitiatieven in de stad gewoon echt een goede plek krijgen. Natuurlijk het Writers Unlimited samen met het Winternachtenfestival. Een nieuw initiatief van Writers Unlimited is ook Be Unlimited. Dat gebeurt op de eerste verdieping hier in de bibliotheek. Er worden regelmatig ook literaire discussies en presentaties, lezingen daar georganiseerd. Echt een nieuw initiatief om ook weer op die manier de literatuur dichterbij te brengen. We hebben ook natuurlijk het Crossing Border Festival met Border Kitchen. We hebben Book Kids, we hebben het Huis van de Gedichten. En ook nieuw in het kunstenplan zit nu ook Extase, het initiatief Extase. Een literair tijdschrift waaromheen ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. En wat de gemeenteraad ook in het kunstenplan heeft toegevoegd is ook die aandacht voor literair theater Branoel. Dat zit allemaal in ons Haagse kunstenplan. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook het Letterkundig en het Kinderboekenmuseum hier in Den Haag. En we hebben ook Museum Manno hier in Den Haag. En we hebben ook de Koninklijke Bibliotheek hier in Den Haag. En we hebben ook de ECI Literatuurprijs hier in Den Haag. Dus ja, ik ben trots op Den Haag als literatuurstad. En ik ben trots dat we dat op deze manier allemaal een plek geven. En ik ben ook heel blij dat we dat hier nu, de schrijvers hier nu, gaan vieren. En aan mij de eer om de eerste prijs, de Jan Kampertprijs, te overhandigen aan Jan Baken. Mij is gevraagd om daar ook een citaat uit het juryrapport uit voor te lezen. Dat doe ik graag. En dat gaat aldus. Jan Baken schreef altijd al gedichten die zo soepel en vanzelfsprekend klonken dat ze haast vanzelf lijken te zijn ontstaan. In Seizoensroddel overtreft de dichter zichzelf daarin nog. Soepele verzen zijn het waarin de toegankelijke spreektaal uitzicht biedt op het menselijk bestaan. Feilloos toont Baken de lezer een onverschillige wereld vol individuen die maar geen greep krijgen. Niet op het verleden en ook niet op het heden. Niet op de ander en ook niet op zichzelf. Veel beschutting is er dus niet te vinden in deze bundel, maar troost wel. De troost van het besef dat ook anderen de weg kwijt zijn. Mag ik Jan Baken hier naar voren roepen? Vanuit gefeliciteerd. Er hoort een oconde bij de prijzen, ook een geldbedrag bij de prijzen en ook een prachtig boeket. Maar we zijn vooral heel trots op wat jij allemaal ons in de Nederlandse taal brengt. Dankjewel.
Ja, dank. Hartelijk dank. Ik mag een paar dingen zeggen. Ik moet binnen een uur blijven, heb ik begrepen. Maar geloof eigenlijk binnen de 5 minuten. Maar, en dat ga ik een beetje proberen. Ik had ook een beetje... praten over poëzie, of in een dankwoord als dichter... ben je heel erg geneigd waarschijnlijk om iets te vertellen over de poëzie. Omdat ik ook af en toe denk, de poëzie moet verdedigd worden... of de poëzie moet nog een keer onder de aandacht worden gebracht... van het publiek wat mogelijkerwijs geïnteresseerd is in poëzie. Het wordt als een lastig genre beschouwd. Het wordt als een genre beschouwd waar het moeilijk toegang te krijgen valt. De vraag wordt ook altijd gesteld, of de opmerking wordt ook heel vaak gemaakt. Ik begrijp het eigenlijk niet. Wat moeten we eigenlijk met die poëzie? En daar zijn allerlei antwoorden op mogelijk. Robert Graves, de man die de mythologie altijd heel erg goed bestudeerd heeft... zei ooit toen Ava Gardner, een actrice, dat aan hem vroeg... ik begrijp er helemaal niks van en zei die... ja, het is ook helemaal niet de bedoeling dat je begrijpt. Je moet er gewoon van genieten. En misschien is dat ook wel belangrijk genoeg om te stellen steeds. En het genieten is wel lastig, omdat we in een tijd leven... waarin het genieten van poëzie eigenlijk ook veronderstelt... dat je je laat verleiden door die poëzie tot denken. Tot goed lezen, tot de tijd nemen, de concentratie nemen. En dat is moeilijk, omdat wij in een tijd leven waarin... we niet eens weten wanneer we moeten ophouden met werken. Dat gaat 24 uur per dag door via de sociale media. We leven in een tijd waarin we erg gemakkelijk verleid worden... om aan spectaculaire evenementen deel te nemen. Want die zijn er ook overal en altijd. Die zijn er in een veelvoud. En het is gemakkelijk. Dat zijn een soort suikerrijke culturele gemaksvoedselproducten. En poëzie is dat niet. Dus dat vraagt toch een andere benadering. Nou, deze... didactische oprisping van mij, die moet ik maar weer afsluiten. Want daar gaat het allemaal niet om. En u bent trouwens allemaal volgens mij poëzielezers. Dus ik praat eigenlijk onzin in dit perspectief. U weet het allemaal al, u leest ook en u bent een geconcentreerd denker. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil natuurlijk graag mensen bedanken. Ik wil allereerst bedanken de jury van de prijs die... heeft laten zien dat ze een scherp inzicht hebben in literatuur... en wat belang is voor de wereld. Maar dat bedoel ik natuurlijk omdat ze Anton Valens en Atte Jongstra... en Kees het Hart een prijs hebben gegeven. Dat is onmiskenbaar een hele goede keuze. Ik wil ook graag de Jan Kampert Stichting bedanken... want zonder dit soort prijzen wordt literatuur misschien wel minder onder de aandacht gebracht dan nodig is. En een prijs als de 4 prijzen die vanmiddag uitgereikt worden... zijn heel belangrijk om even de aandacht te vestigen op het belang van die literatuur. Ik wil natuurlijk ook mensen bedanken die bij de totstandkoming van de bundel... waar ik nu deze prijs voor mag ontvangen, een grote rol hebben gespeeld. Dat is om te beginnen... Mijn uitgever, dat is natuurlijk niet een persoon... maar die wordt wel door personen gedragen. De Bezige Bij, die met grote trouw mij altijd blijft uitgeven. Dat doet mij enorm veel deugd. En in het bijzonder, wat deze bundel betreft... mijn redacteur, Aafke van Hoof... die met hele scherpe blik en kritisch vermogen... deze bundel nog tot een compleet af... en voor mezelf ook... product heeft gemaakt waar ik heel trots mee ben. Een hele mooie bundel is het geworden, dankzij de inbreng van Aafke. Ik wil alle mensen bedanken die op een bepaalde manier op de achtergrond altijd een rol spelen in mijn werk. En dat is vanaf het begin, omdat ze degene waren die mij als gesprekspartner of als inspiratiebron heel veel hebben geholpen. Dat geldt voor bijvoorbeeld mijn goede vriend Erik Linter... met wie ik de eerste dichterstappen heb gezet. En we hebben samen heel veel met elkaar gelezen en elkaars werk goed bekeken. En dat betekent dat hij altijd op de achtergrond een toetssteen voor mij is gebleven. Dat geldt ook voor... voor Rob Anker. Net overleden. Goede vriend. En mentor. Het geldt voor Alfred natuurlijk, de man met wie ik veel mooie dingen heb kunnen maken. U hebt net iets gezien waarbij hij vanuit zijn achtergrond een tekst van mij weer in een nieuwe vorm heeft kunnen brengen. Een project waar we nog veel mee doorgaan en wat ook hopelijk u ook allemaal gaat bereiden in de toekomst.
En natuurlijk niet op de laatste plaats Margje, mijn vrouw, en mijn zoon Jan, die allebei zorgen dat ik mijn taal zorgvuldig hou. Die zorgen dat de gedachten die ik aan ze kan toetsen, en die ze ook opwekken in het leven wat we met elkaar hebben, sterker maakt. Mijn zoon is een enorme liefhebber van woordspel. En dat woordspel en het nadenken over interessante dingen om dingen te benoemen, draag ik ook steeds met mij mee als ik bezig ben in het schrijven van mijn poëzie. En dat is fantastisch. Bovendien staan ze het ook toe dat ik tijden achter mijn bureautje zit, in stilte zit te werken. En dat vinden ze dan niet erg. Dat vind ik ook fantastisch. Ik wil even één of twee gedichten lezen, zodat u een beetje weet waar die meester van de troosteloosheid zich allemaal op richt. Ik begin met het titelgedicht, Seizoensroddel. Er was aandacht nodig om te zien hoe wit ze waren. De benen van mijn buurmeisjes, die rotmeisjes, die ziekelijke pestmeisjes. Wit en schuldig waren ze en uit het leven weggekleurd. Ze zongen vals omdat hun stem geen onderdeel van hun lichaam was. Tenzij in het donker viel het ons op hoe ze alweer gegroeid, goed te eten hadden gekregen en zakgeld waar die ondernemende jurkjes van betaald werden. Niet om wat ze doen. Kijk hoe bruin en blozend ze zingen, maar omdat hun gezichten lak hebben aan de kou van januari. Of de beklemmende gedachte dat we vader of moeder zullen verliezen en de rest erbij. Zie je, alle maanden komen een keer terug. En dus ook de roddels, de ziektes. Zelfs de besneeuwde toppen, de brand in de loods van de boerenbond. En vreemd genoeg, de onherkenbaarheid van de buurmeisjes naar wat er is gebeurd. Januari is een maand die uitleg overbodig maakt. Er is een kou die we allemaal delen. Het weer is een betrouwbaar brevier. Er zijn mensen wier woorden klinken als de natuurlijke geluiden van hun woonplaats. Zoals het gekakel van kippen de plaats van kippen inneemt. De meisjes zijn een vorm van leven waarin de plaats die er niet is, toch zichtbaar kan worden gemaakt. We zouden kunnen kijken wat dat voor de maand januari betekent. Dank u wel. En nog één tot besluit. Die heet Opgeschreven. Gelukkig het hart opnieuw getroffen. Aan de broederschap geschreven hoe we niet voldoende bij onze kennis kunnen komen, maar door geloof mogen hopen dat alles ons duidelijk wordt. Het was een warme dag. En het brood en de olijven hadden het zwaar te verduren. Wij zijn hier vreemd. Kunnen we het anders zeggen? Ook het brood en de olijven zijn hier toevallig. We hebben geleerd naar de vorm en de smaak te benoemen, en daarmee is genoeg verklaard. Toen jij, ondanks de warmte, kwam vragen wie het woord bedacht had, waarin brood vers en geurig bleef, kon ik alleen maar naar het einde van de straat wijzen, waar uithangborden hangen, waar toevallig iemand langskwam die zich Gabriel noemde en waar scherp als een steek in je mild een vogel in de dakgoot begon te zingen. Eigenlijk wilde jij weten of er voor de liefde ook een woord was, maar dat was er niet. Alleen voor de schrik die daarmee gepaard gaat. Dank u wel. Ja, en we gaan meteen door met een muzikaal intermezzo, want cabaretier Katinka Polderman, ach kijk wat zoet, hij krijgt nog een bosje bloemen, gaat een lied zingen voor de winnaar van de F. Bordewijkprijs voor de beste roman van 2016, voor Anton Valens. Katinka, kom erbij. Applaus graag.
heb de spanning weten op te bouwen zo. Ja, het is me een enorme eer om Anton Falas toe te mogen zingen. Want ik lees zijn werk al langere tijd met heel veel plezier. De hoofdpersonen vind ik altijd fijn, omdat het wat bescheiden mensen zijn. En ik vind het dus fijn om te lezen dat niet iedereen zich roeptoeterend en borstkloppend door het leven twittert. Maar dat er ook nog andere soorten types rondlopen. En het compostcirculatieplan, ja, ik vond het een fantastisch boek, heel rijk van taal. Ik lees altijd heel langzaam, omdat ik wil de woorden ook echt lezen. En nou ja, daar word ik niet in teleurgesteld. En daarbij ben ik een groot Buurman en Buurman fan. En het bleek dat het tuinencomplex werd bevolkt door een heel lege Buurman en Buurman-achtige types. Die wel handiger zijn als de Buurman en Buurmannen op tv, maar toch erg fijn. Ik heb getwijfeld of ik dit liedje moest gaan zingen, want het is toch een feestelijke prijsuitreiking. En het is een beetje een mineurig liedje, maar het sluit zo mooi aan bij het boek dat ik denk, nou ja, ik zal het er toch maar op wagen. Is uit de lucht, het ruikt al naar jong blad. In weiden grazen al wat vroege koeien. Het wordt weer langzaam groen, de zomer in het klad. Onwennig staat het fluitenkruid te bloeien. Wat dor en grauw en doods was, leeft plotseling weer op. De merels zingen zelfs wanneer het schemert. Het groen spruit uit de takken van de treurwilg bij de sloot. En nog altijd ben jij. Kleine tuin, zelfs in jouw kleine tuin is de dorre winter haast geweken. Het groen wurmt zich omhoog van onder gruis en puin om in onstuimig bloeien los te breken. Voorzichtig krult het blad zich uit de knoppen van de beuk. In het gras staat zelfs een handvol madelieve. Een maand dan kleurt de meidoorn naast jouw schutting rozerood. En nog altijd ben jij. Klauwt zich niet meer naar de goot. Die ging met jou. Thank you. Gefeliciteerd. Dankjewel, Katinka. En ik vraag meteen Joris om erbij te komen om de prijs uit te reiken aan Anton Falas. Ja, je staat te popelen, ik zie het. Maar allereerst het citaat uit het juryrapport. De ook als beeldend kunstenaar actieve Falas is de meester van het net niet verlossende absurdisme. Al komt het daar in het compostcirculatieplan nog een dwingend element bij. Het verhaal van twee vrienden van wie de een de ander redt. Waarna een lang verhaal van aftakeling en liefde volgt dat uiteindelijk de vraag opwerpt
hoe belangrijk de wil om te leven is. Het boek is ook een eerbetoon aan oud-uitgever Jaap Jansen. Tot en met de ontroerende blik op diens sterfbed. Hij lag op zijn zij, zijn hoofd op een hand, de knieën gebogen. Ach, ideale lezer, je bent uitgelezen. In grootste taal toont Anton Valens de pogingen waarin we seizoen na seizoen proberen het leven onder controle te krijgen. Met onze voeten in de klei, waar we uiteindelijk toch in zullen moeten verdwijnen. Anton Valens, mag ik jou nu op het podium roepen? En de Bordewijkprijs overhandigen samen met de bloemen. Alsjeblieft, maar misschien zal ik het in ontvangst nemen. Ja. Op de kunstacademie begon ik stiekem te schrijven. Kennelijk wilde ik toen al heel graag boeken maken, maar kon ik die gedachte niet accepteren. Ik zat namelijk op de academie omdat ik mijn zinnen erop had gezet schilder te worden. Het eerste boek dat ik vorm gaf bestond dan ook uit een bundel gevuld met schilderijtjes, waar geen woord in voorkwam. Ik denk dat het compacte van een boek me aansprak. Al die schilderijtjes bij elkaar op een manier die een minimum aan ruimte innam. Mijn tweede, derde en latere boeken assembleerde ik zelf. Met behulp van schaar, stopnaald, ijzergaren, tekenpapier en karton naaide ik eigenhandig katernen in elkaar die ik vervolgens bijeenbond tot boeken. Die ik kafte met biljartgroen vilt dat ik bij het vuil had gevonden. Een blokje van de HEMA voldeed kennelijk niet. Dit enigszins verdachte en tijdrovende handwerk hoorde bij de magie van het schrift. In deze groene boeken werd wel geschreven en niet getekend of geschilderd. Uit schaamte hield ik het bestaan van deze notitieboekjes geheim. Jarenlang vonden de schrijfactiviteiten in het verborgene plaats. Ik liet niet meer iets lezen en iets voorlezen, was wel het allerlaatste waar ik voor te porren was. Niemand drong daar trouwens ook op aan, en terecht. Want wat ik zoal boekstaafde, viel niet onder verhalen, gedichten, essay-achtige probeersels, dagboekaantekeningen of iets anders met enige amusementswaarde. Het waren eerder een soort geschreven schetsboeken, incoherente gedachtensprongetjes, losse zinnen van velerlei herkomst, vreemde lijstjes, naamwoorden die ik bang was te vergeten, droomflarden. Mijn boezemvriend Sander, die hier nu ook aanwezig is, en mijn toenmalige vriendin hadden inmiddels wel in de smiezen dat ik letterdingen optekende, maar toonde hoegenaamd geen interesse. Alle drie werden we in beslag genomen door onze schilderaspiraties. Achteraf geloof ik dat de notitieboeken in die jaren als vrijplaats en droomzee dienden voor de ook voor mijzelf afstandelijke, tersluikse en twijfelachtige figuur waarvoor ik in het openbaar leven als glimlachende en beleefd ja-knikkende ambassadeur de honneurs waarnam. De Anton Valens die de eer heeft hier voor u te staan. Van deze groene viltboeken is geen snipper gespaard gebleven. Op een oudejaarsnacht, in het kader van een psychiatrisch ontgiftingsritueel, zijn al deze schrijfsels ten prooi gevallen aan een vreugdevuur in de achtertuin van mijn vriend Sander. De therapeut die me hiertoe aanzette bedoelde het goed. Hij repte van ballast en afrekenen met het verleden. Met een toekomst als schrijver had hij geen rekening gehouden. Met enige regelmaat denk ik terug aan deze boeken. Als een soort proto-kraamkamers. Want toen ik, veel later alweer, in mijn hoedanigheid als thuishulp A, de slaapwijken van de hoofdstad onveilig maakte, stak de behoefte notities te verzamelen opnieuw de kop op. En aanvankelijk weer in het diepste geheim. Ik herinner me mijn eerste potloodaantekening op een papiertje uit mijn kontzak. Ik stof de foto's af van een echtpaar met een zoon in Botswana en daar staat een tegel tussen met het motivatieopschrift: we moeten de broek des levens ophouden met de bretels der hoop. Ditmaal geviel me een groot geluk. Via een andere vriend, ook hier aanwezig,
bereikte mijn soms eigenaardige, dan weer volstrekt onbegrijpelijke aantekeningen een uitgeefster, Tilly Hermans. En zij, in plaats van me aan te raden ze in een vuurkorf te gooien, haalde er een redacteur bij, een zekere Jaap Jansen. Het is hem die ik heb geprobeerd te portretteren in het compostcirculatieplan. Gezien het feit dat dit een dankwoord is, wil ik dan nu mijn erkentelijkheid betuigen aan al deze genoemde mensen. En aan mijn lieve vrouw Anastasia en aan Antonie Heidinga, aan Bart Jeroen Kiers, aan Anita Roeland, aan het Fonds van de Letteren en de Stichting Joop en Jaap. En natuurlijk aan degene die ik als eerste had moeten noemen, Aad Meinders en de jury van de Jan Kampert Stichting. En aan Katinka Polderman voor haar schitterende lied. Ik weet me een gezegend iemand. Dank u wel. Dank Anton Valens. En we gaan meteen verder met de directeur van het gemeentemuseum Den Haag, Benno Tempel, als je naar voren wilt komen voor je lofrede op Kees, voor Kees het Hart. Laat hem zich welkom voelen, dames en heren. Dames en heren, als ik 's ochtends sta te pissen, dan zie ik Buster Keaton. Een oud affiche van een film van hem, notabene een Italiaanse versie. U begrijpt, Buster Keaton is een held van mij. En zoals dat gaat met fans, dan probeer je anderen te bekeren. Dus op veel te jonge leeftijd liet ik mijn kinderen naar die films kijken. Ze vonden het zwart-wit en saai. En die man met dat platte petje vonden ze maar maf. Voordat u denkt, hij gaat het alleen over zichzelf hebben, dat is niet zo. Het is net als met de bundel, de prijswinnende bundel van Kees het Hart. Ook daar is wel het kritiek gevallen dat het alleen over hemzelf gaat, maar dat is niet zo. Dames en heren, ik ben geen Neerlandicus, ik ben geen criticus. De reden dat ik hier sta heeft meer te maken met Kees. Kees het Hart heeft een hart voor het gemeentemuseum en hij is er dan ook veel te vinden. En hij bezoekt niet alleen het museum, hij deelt ook ideeën en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Zo kwam hij een paar jaar geleden bij mij en hij zei: moet je niet in het museum een soort schrijver in residence nemen? Iemand die een half jaar aan het museum is verbonden en die dan mooie teksten kan schrijven over de collectiestukken, over het publiek, over het museum, over wat er allemaal gebeurt. En dat vond ik een fantastisch idee en dat hebben we opgevolgd. Na Miek Zwamborn is op dit moment Mischa Andriessen de tweede schrijver in de residentie, zoals dat genoemd is, die voor een half jaar aan het gemeentemuseum is verbonden. En ik vond dat een groot idee, Kees, omdat je dat zei, niet alleen omdat je het zelf wilde. Misschien wil je dat wel, maar je zei, nee, ik moet dat niet gaan doen. Dat moeten jongere dichters of jongere schrijvers gaan doen. En dat vond ik fantastisch. Nu win je een prijs voor een essay. En zoals de organisatie tegen mij zei, zou je wat willen zeggen, maar het mag alleen maar over die essay gaan. Dat vind ik onbegrijpelijk. Want als je het werk van Kees leest, dan grijpt alles in elkaar. De romans, de gedichten en de essays. Dus ik ga me daar ook niet helemaal aan houden, vrees ik. En ik weet niet of iemand de essay kent. Hij zal hier ongetwijfeld te verkrijgen zijn. En misschien ook wel de nieuwe roman van Kees die vandaag uitkomt, deze week uitkwam. Die is misschien hier ook wel te krijgen. De essaybundel Het Gelukkige Schrijven. Een maffe voorkant, maar een hele mooie inhoud. Over het werk van Kees kun je op meerdere manieren praten. Maar ik wil het vooral doen langs de associaties. Want deze bundel die gaat over een manier van schrijven die Kees zelf niet beschikt. Zo zegt hij in ieder geval. Het gaat eigenlijk over iemand die fan is en die anderen probeert te bekeren. Hij schrijft over het boek, het gelukkige schrijven. Het gelukkige schrijven, dat heeft lang niet iedereen. Sommige mensen hebben dat. En degenen die dat hebben, die zijn zich dat waarschijnlijk geen eens bewust. En wat is dat dan? Nou, misschien is dat het mooiste voor te stellen aan de hand van een passage uit een verhaal van Robert Walser, die trouwens ook in deze bundel genoemd wordt. Robert Walser, in een van zijn verhalenbundels, bezoekt een boekhandel en vraagt er aan de verkoper om het boek dat iedereen leest, het boek dat iedereen wil lezen, het boek dat je dat nog niet gelezen hebt, dat je dat toch echt moet lezen, omdat je anders niet dat mooie boek hebt gelezen dat iedereen al heeft gelezen. En dat boek, zoals Gerard Reven dat misschien heeft genoemd, het boek dat alle andere boeken overbodig maakt.
Als u trouwens wilt weten waarom Karel van het Reven, de broer van Gerard, geen goede schrijver is en niet het gelukkige schrijven beheerst, dan moet u ook deze bundel lezen van Kees het Hart. Maar als dat boek dan naar voren wordt gebracht door de verkoper, dan zegt de figuur in het verhaal van Robert Walser: nee, dat boek, dat wil ik niet. En dus moet je verder zoeken. En eigenlijk gaat het daarover bij Kees het Hart in deze bundel. Het gaat over het zoeken naar het gelukkige schrijven. En zoals sommige critici zeiden, hij houdt het te dicht bij zichzelf. Volgens mij is dat het niet zo. Volgens mij geeft hij heel veel. En hij geeft iets, namelijk aan de schrijver. Hij geeft je boeken die je kunt ontdekken. Het aardige van de essay is dat het veel zegt over de romans van Kees het Hart. Het gaat over mislukken, over proberen, over opnieuw mislukken en dat opnieuw proberen en nog harder mislukken. En dat is ook iets wat in al die romans van Kees steeds opduikt, wat steeds weer gebeurt. En dat proberen en dat mislukken, dat gaat eigenlijk op een onverwachte manier. Het gaat niet op een vanzelfsprekende manier. En dus moest ik denken aan, u raadt het al, Buster Keaton. In een van zijn films is hij moe. Hij loopt een schip op en legt zich te slapen op een loopplank. En die loopplank die verbindt het ene schip met het andere schip. We zien hem liggen terwijl een van die schepen wegvaart. En als kijker denkt u, ik hoor het al, u denkt hij valt in het water. Maar niets is minder waar. Hij wordt gewoon wakker, staat op, zet nog een stap in de richting van het schip dat er niet meer ligt. Realiseert zich dat hij daar het water in zal vallen als hij doorloopt. Keert om, loopt die loopplank af. En dan valt pas die loopplank in het water. Dat is iets wat Kees ook veel doet. Hij laat je iets lezen en je verwacht iets en het onverwachte gebeurt vervolgens. Het is enthousiasme. Het is enthousiasme voor het onverwachte. Het enthousiasme voor schrijvers en voor boeken die iets beschikken, die over iets beschikken waar Kees, zegt hij zelf, niet over beschikt. Namelijk de gave om dat onverwachte op een hele onpretentieuze manier over het voetlicht te brengen. En dat brengt me bij mijn kinderen. Een poosje geleden liet ik ze de series van Huckleberry Finn en Tom Sawyer zien, die in de jaren 80 gefilmd zijn. En over Tom Sawyer en vooral over Huckleberry Finn schrijft ook Kees het Hart. En dat heeft ongetwijfeld geleid tot die associatie met Buster Keaton. Want als je over Huckleberry Finn nadenkt, dan denk je over die Mississippi-boten, die grote radarschepen waar ze hun avonturen op beleefden. En zonder dat verhaal dat ik net de afgelopen tijd gelezen had in deze bundel, had ik in de voorbereiding van dit verhaaltje vast niet gedacht aan die scène van Buster Keaton. Ik had vast een andere scène verzonnen. En dat is precies wat Kees oproept. Hij zet je associaties in beweging. En het mooie is dat dat ook voor zijn romans geldt. Je zou dat kunnen zeggen dat de kracht die in de essays zit op een andere manier ook in de romans zit. In de romans lees je een verhaal, maar uiteindelijk wil je ook veel weten over wat hij beschrijft. Bijvoorbeeld in zijn nieuwe boek vraag je je toch af welke buurt dat in Den Haag toch is. En of die echt zo link is. En misschien moet je daar maar een keer in ieder geval overdag gaan rondlopen. Zo vertelde ik mijn kinderen, wederom, een paar jaar geleden over dat mooie Palladiotheater van hout dat Kees beschreef in Teatro Olimpico. En we zochten wat afbeeldingen op internet. En mijn kinderen zeiden meteen: heb je dat wel eens gezien, papa? Ik moest dat ontkennen. En zij roken hun kans en ze zeiden: dan moeten we daar maar heen op vakantie. En dat hebben we gedaan. Het gelukkige schrijven. De titel van deze essaybundel. Daarmee presenteert Kees het Hart zich eigenlijk als schrijver. Maar misschien is dat niet helemaal waar. Eigenlijk gaat het niet over een schrijver, maar over een dol enthousiaste lezer, namelijk Kees het Hart. En zoals hij schrijft over Van Gogh en de stijven die de kunstenaar krijgt en die in zijn werk probeert te leggen, zo zie je bij het lezen van deze essaybundel de lezer het hart met een stijve. Niet uit geiligheid, maar omdat hij als een 8-jarig jongetje dol enthousiast en opgewonden raakt van al die ideeën die hij leest in al die schitterende boeken. Kees, ik hoop dat je voor ons lezers nog heel lang blijft lezen, want dat levert hele mooie boeken op. En ik wil je van harte feliciteren met deze prijs. Dank u wel. Nou, dank Benno. Joris, neem de vloer over.
Ja, Kees. Het was wel geteld 10 dagen geleden dat jij mij inderdaad jouw 10e roman Wederzijds, het eerste exemplaar daarvan, overhandigde. Met een enigszins dreigende ondertoon. Want dat speelt zich ook af in Wederzijds. De roman die zich afspeelt ook in mijn eigen buurt. En sinds dat boek bestaat, bekijk ik toch mijn eigen vertrouwde buurt toch wel enigszins op een andere manier. Ik voel me er een beetje ongemakkelijker in, maar goed. Maar deze prijs die ik jou nu mag overhandigen, die is natuurlijk niet door mij, maar door de jury aan jou toebedeeld. En daarom lees ik ook graag het juryrapport voor. Verbaas me. Verveel me niet. Maak me gelukkig. Dat zijn de eisen die Kees het hart stelt aan elk boek dat hij gaat recenseren. Maar het zijn ook de eisen die hij aan zijn eigen schrijverschap stelt. Het hart mag dan in het titelessay van zijn bundel Het Gelukkige Schrijven beweren dat wanneer het hem lukt, dat gelukkige schrijven, hij er niets over kan en zelfs mag zeggen, omdat de ware schrijver daarover zwijgt en daarom het titelessay naar lezing beter vernietigd kan worden. In elk essay dat hierop volgt, probeert hij toch steeds weer dat geluk van het schrijven in het vizier te krijgen. Niet alleen als schrijver, maar ook als lezer, of beter gezegd, tegelijk als schrijvende lezer en lezende schrijver. Kees, mag ik jou hier op het podium roepen om de Gresshoffprijs aan jou te overhandigen? Dames en heren, mooie woorden van Benno Tempel overigens. Ik ben het helemaal mee eens, maar nu volgt het dankwoord. Dames en heren, de gelukkige schrijver spreekt liever geen dankwoorden uit. Hij houdt zich er in zijn werk met volle kracht mee bezig ongelijk te krijgen. En om niet gehinderd door schuldgevoel eindelijk aan het gelukkige schrijven toe te komen. Wat in dankwoorden nooit lukt. Hij wil zijn onschuld in stand houden en zijn engagement verbergen in dromerigheid, naïviteit en verlangen naar tegenspraak. Hij doet liever niets en kijkt naar sport op de televisie. Hij wil trouw blijven aan wat hij niet kan bereiken. In dankwoorden moet je je als gelukkige schrijver dankbaar tonen. Iets wat je liever niet wil. Dan liever de lucht in. Maar je kunt bij de jury en het lezend publiek niet aankomen zetten met zinnen als: ik ben jullie niet dankbaar. En jullie hebben, zoals gewoonlijk, ongelijk. Ik heb daar begrip voor. U vraagt dus vanmiddag veel van mij. Ik wil helemaal niet gezalfd worden. Ik wil liever niet weten wat me precies zover heeft gebracht om een prijs, en nog wel de zeer eervolle J. Gresshoffprijs, in ontvangst te mogen nemen. Zodra ik zelf ga geloven waar ik volgens u goed in ben, en het staat in uw juryrapport, dreigt het gevaar dat ik ineens essays en boeken ga schrijven die aan uw criteria van bekwaamheid voldoen. Ik wil helemaal niet aan uw criteria voldoen. Ik wil liever mijn eigen avant-garde zijn. Ik wil helemaal niet weten waar ik goed in ben. Zodra ik weet waar ik goed in ben, ga ik geen romans, gedichten of essays meer schrijven, maar trucjes, goochelkunstjes die ik keer op keer verplicht opvoer voor een geeuwend publiek. Zelfhaat dreigt. Uw mooie woorden zijn misschien meer geschikt voor schrijvers die helemaal niet gelukkig willen zijn, maar juist somber en terneergeslagen
en die er steeds op uit zijn in praatprogramma's om gelijk te krijgen. En dat altijd krijgen. Toch ben ik u dankbaar. Toen Aad Meinerts van de Kampert Prijzen jury me belde met het prachtige nieuws, vroeg ik hem direct in enigszins belegen Haags: wat schuift het, Aad? Ik weet dat Aad iedere gelegenheid aangrijpt om Haags te mogen praten. En ook nu greep hij zijn kans. 5.000 eurotjes, riep hij vrolijk. Laat dit genoeg zijn. Ik dank u zeer en nu snel weer op weg naar het gelukkige schrijven. Dank u wel. Dank Kees het Hart. Volgens mij was dat ook het eerste dankwoord dat precies 5 minuten duurde. Dus het is heel goed gedaan. We gaan meteen door. Het is me op het hart gedrukt om het woord loftrompet te gebruiken. Want er komt ook echt een loftrompet door trompetist Erik Vloeimans voor Atte Jongstra. Meteen gevolgd door eerst dus trompetist Erik Vloeimans en daarna Max Pam die Atte Jongstra gaat toespreken. Welkom Erik. Thank you.
Max Pam, je mag naar voren. Als u toch aan het applaudisseren bent, gaat u vooral door. Dames en heren, u heeft net gehoord, enige tijd geleden, dat de prijs volgend jaar 5000 euro hoger zal zijn. En ik heb net met Aten overlegd en hij wil de prijs voor dit jaar eigenlijk weigeren. En volgend jaar opnieuw meedoen. En dat heb ik goed gevonden, maar de laudatio die ik uitspreek is dus niet voor dit jaar, maar voor het jaar 2018. Het doet een beetje trouwens denken aan Willem-Frederik Hermans, die een keer uit Den Haag een brief heeft gekregen dat hij PCO-vrees kreeg. Groot 18.000 gulden. En toen kreeg hij later een brief dat het niet 18.000, maar 8.000 was. Want de ambtenaar had FL geschreven en Hermans had die L bij die 8.000 gevoegd. En goed, dat ging dus helaas niet door. Tegenwoordig is euro met een O op het eind, dus dat is een nul, dus dat schiet niet op. Goed, ik heb 5 minuten, ik zal mijn best doen. Atte Jongstra heeft dus voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygensprijs gekregen. Met nadruk zeg ik gekregen, want tegenwoordig is het nogal eens de gewoonte om te beweren dat iemand een literaire prijs heeft gewonnen. Maar net als de Nobelprijs is een literaire prijs geen competitie met deelnemers die meedoen onder gelijke omstandigheden met een start en finish en met winnaars en verliezers. Een literaire prijs is een onderscheiding en die win je niet, die krijg je. Zoals je ook de Willemsorde krijgt en niet wint. Maar in het geval van Atte Jongstra is er nog een extra reden om te zeggen dat hij de Constantijn Huygensprijs heeft gekregen. Want stel je voor dat het wel een wedstrijd was geweest met verschillende deelnemers die door Atte Jongstra zou zijn gewonnen. Bijvoorbeeld met een worstlengte voorsprong. Dan zouden alle andere deelnemers dezelfde literaire sport hebben bedreven, dezelfde hindernissen hebben genomen en op diezelfde eindstreep zijn afgerend met Atte als winnaar. En dat kan niet. Dat is volkomen onmogelijk. Want Atte heeft een geheel eigen stijl, een geheel eigen genre ontwikkeld, een geheel eigen sport. Wat voor een genre dat is, dat weet alleen Atte zelf. Is het non-fictie of is het fictie? Is het factie of fuctie? In Nederland is geen andere schrijver met wie Atte Jongstra te vergelijken is. Atte is alleen maar Atte. Hij is een heel eigen schrijver. Alle woorden die naar het woord eigen verwijzen, hebben iets met Atte Jongstra. Eigenlijk heeft hij een hoogst eigenaardig oeuvre. Hij is niet alleen eigenzinnig, maar ook eigen gereid en soms volkomen eigenwijs. Zijn huizen knutselt hij geheel eigenhandig in elkaar. Zijn werk is volkomen eigentijds, maar het meest van alles is hij een eigenheimer, een literaire eigenheimer, zoals hij in zijn boek over groenten wel bewezen heeft. De boeken van Atte Jongstra gaan ogenschijnlijk juist niet over Jongstra, maar tegelijkertijd ken ik geen schrijver die zo onmiddellijk herkenbaar is als Atte Jongstra. Lees me 1 alinea voor en ik weet het, dat is Atte. Sla 1 pagina op en bekijk 1 zo'n raar plaatje en je weet, hé, dat is Atte. Atte gaat met alles zijn eigen weg. Hij is de enige Amsterdammer die praat alsof alle Amsterdammers uit Ter Wipsel komen. Luister naar Atte en hij hoeft zijn mond maar open te doen en jij bent degene die zich een provinciaal voelt. Wat is nu het geheim dat erachter schuilt? Je komt dan uit bij een fenomeen dat bij Atte Jongstra persoon en werk volkomen samenvallen. Ik wil het niet hebben over zijn privéleven, dat is tamelijk ingewikkeld. Maar er is toch wel iets wat ik even moet opmerken. Iedereen weet dat Atte enige tijd geleden gescheiden is. Een pijnlijk proces dat zelfs de bladen heeft gehaald. Bij veel mensen kan zo'n scheiding jaren duren en uitmonden in wat tegenwoordig een knipperlichtrelatie wordt genoemd. Dat is echt geen titel voor een van zijn boeken. Bij hem is het alles of niets. Dus ging hij scheiden en hij nam een besluit. Hij liep de deur uit en kwam nooit meer terug. Cold Turkey heet dat. Een hele goede titel vind ik wel voor een boek van Atte. Cold Turkey, koude kalkoen, kalkoenworst met groenten. Het lijkt me trouwens nog veel beter als titel. Want alles wat Atte doet, doet hij radicaal. In zijn laatste roman, Aan Open Zee, gaat Attes hoofdpersoon naar een godvergeten eiland in de Oostzee, waar nog geen 100 mensen wonen en daar gaat de schrijver een boek schrijven. Want een schrijver moet eenzaam kunnen zijn om een boek te schrijven.
Zoiets doet denken aan een tekening van Peter Verstraeten, waarop je een man ziet staan die in een hotel uit het raam kijkt naar ruige, besneeuwde bergtoppen. Op de tafel staat een schrijfmachine met een blanco vel erin. En onderaan de tekening staat: en nu aan het werk. En je weet, zometeen zal dit hotel onder een lawine worden bedolven. Atte Jongstra doet dit alles nog veel radicaler. Op het eiland loopt ook een verdwaalde Française rond. En de vraag is dan, hoe komt hij van eraf? Atte heeft daar een heel verrassende oplossing voor. Hij schrijft: hij rekte zich uit en nam een slok van zijn koffie. Prima. Goed geneukt ook, dacht hij. Raar Frans wijf, maar ze lustte hem wel. Toen hij zijn geslacht aan haar overjas had afgeveegd, was ze echter een snika uitgebarsten. Zo gaat dat bij Atte. Later spoelen er ook nog delen van een lijk aan. Van een boekschrijver op een eiland, zo zult u begrijpen, daarvan komt uiteindelijk niets terecht. En daarover heeft Atte dan weer een prachtig boek geschreven. Ik bedoel maar, die Constantijn Huygensprijs voor Atte Jongstra is volkomen verdiend. Ik dank u wel. Dank u wel, Max Pam. Joris gaat het inleiden. Ja, en dat doe ik ook op de welbekende wijze door een deel van het juryrapport voor te lezen. Terecht ook de afsluiting van deze middag als schrijversfeest, waarin we inderdaad literatuur hebben gevierd, maar waarin ook vooral jouw oeuvre wordt gevierd met de Constantijn Huygensprijs. En de jury zegt daarover het volgende. Atte Jongstra bouwde in 30 jaar een veelkleurig oeuvre op, waarin de liefde voor archieven, lexica en encyclopedieën een constante is. Het oeuvre heeft inmiddels, sinds het debuut uit 1985, een indrukwekkende omvang bereikt van zo'n 20 proza-werken, romans, verhalen, essays, of die alle tegelijk, en een aantal dichtbundels. Klassieke romans zijn het niet, eerder vrije, experimentele teksten, vormgegeven door associaties en intuïtie, zo bewegelijk als die van Multatuli, van wie Jongstra een groot bewonderaar is. Het schrijven is overduidelijk een plezier en het lezen is dat al evenzeer. Veel van Jongstra's teksten zijn niet direct begrijpelijk, maar ze zijn altijd vrolijk en aanstekelijk. Ze nodigen de lezer uit vrijelijk rond te dwalen en zich te verbazen over curieuze weetjes, merkwaardige details en wonderlijke uitweidingen. Lezen en schrijven zijn vaste thema's. Of ze nu verbeeld worden als een wandeling door een moestuin, in Groente uit 1991, een zwemtocht, de tak van Salzburg uit 2003, of de bereidingswijze van Worst. En natuurlijk het boek Worst uit 2014. Atte Jongstra, mag ik aan jou hier het laatste woord geven op dit schrijversfeest, maar eerst en vooral de Constantijn Huygensprijs 2016 over uit... aan jou uitreiken. En we krijgen... Dames en heren, vrienden, kinderen, geliefden, twee trefwoorden vanmiddag. In de eerste plaats, drie misschien wel, in de eerste plaats, mijn collega's, ik ben trots dat ik hier nu als laatste in hun rijtje ook sta, van harte gefeliciteerd. Lieve, lieve jury, ik hou van u. Kampert Stichting, ik hoop dat u nog tot in lengte van jaren prijzen aan de juiste figuren gaat blijft uitdelen. Ja, en dan die prijs, dat was natuurlijk al een tijdje bekend. Dan sta je in de krant en dan zien mensen je hoofd erin. En ik zat in lijn 1 vanuit Osdorp, waar ik woon tegenwoordig. En lijn 1, dus voor het Surinameplein, draait een man zich om. Hij zegt...
Ik ken uw kop, die stond toch in de krant? Ja, u hebt een prijs gekregen. Ik zeg, ja zeker. Hij zegt, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Zo word ik ook nog eens herkend. Komt niet alle dagen voor, kan ik u beloven. Dus die man die draait zich weer om. Maar er moest een voluptueuze medepassagier naast hem plaatsnemen met rugzakken en zo. Dus hij was ineens weer helemaal met zijn eigen ding bezig. Ik zou misschien niet meer zo heel erg op hem hebben gelet. Waar het niet dat hij op een speciale halte uitstapte. Eerste Constantijn Huygensstraat. Toen dacht ik, ja, eigenlijk... Dat mijn eerste neiging was, nou moet ik er ook uit. Maar nee, dames en heren, ik moest nog verder. Maar kan ik dat? Ik woonde vroeger niet in Osdorp, maar in de Manningstraat. En wel naast een verkooppunt van de accuwacht. Daar stopten altijd auto's voor een nieuwe stroom. Enfin, die aardige mensen, Bert en Bram. En je komt dan vaak buiten, zij ook met zo'n accu bezig zijn. Dus je maakt een praatje en op een gegeven moment waren het ook meer en meer vrienden. En een van hun zei op een gegeven moment van, je kop stond ook in de krant, heb ik gehoord. Dat was in 1985 bij mijn eerste boek. Hij zegt, waar was dat eigenlijk voor? Ik zeg, ja, ik heb een boek geschreven. Oh, zegt hij. Nou, mooi. Een jaar later zegt hij, van, je had toch een boek geschreven? Hoe is daarmee afgelopen? Nou, zeg ik, ik heb 2000 exemplaren verkocht. Hij zegt, 2000 exemplaren? Hoe lang heb je aan dat boek gewerkt? Ik zeg, 3 jaar. Dus je hij maakt dat voor 2000 exemplaren verkocht. Ja, ik zeg, hé. Hij zegt, hoe moet dat nu verder? Ik zeg, ik ben van plan een oeuvre te bouwen. Een oeuvre, zegt hij. Ja, een oeuvre. Wat is dat dan? Hij zegt, ik zeg, nou, dat is een hele stapel boeken. Nou, hoeveel waren er van opgelegd van dat eerste boek van jou? Ik zeg, nou, 3000. Ik zeg, nou, leg dan die 3000 of die extra 1000 op een stapel. Dan heb je een uivere. Nee, dat moeten wel andere boeken zijn. Steeds weer een nieuw boek. God almachtig, zegt hij. Enfin. Maar hij zegt, als het uivere af is, dan krijg jij een accu van mij. Nou, ik zeg, dan kom ik over, 30 jaar wel weer eens terug. Ik geloof dat ik nu kan zeggen dat ik een uivere heb, want anders was er niks bekroond. Dus ik ga binnenkort weer naar hem toe. En dan zeg ik van, hé, het is klaar. Dat wil zeggen, er is nu in ieder geval een uivere. Ik kom mijn accu halen die je me had beloofd. Want die accu heb ik al. Dat is namelijk de Constantijn Huygensprijs. En ik ben er erg blij mee. Dank u allen wel. Dank, Atte. Atte, je had ook op het podium mogen blijven, want ik ga je gewoon vragen om weer bij te komen. Ook alle andere prijswinnaars. We gaan namelijk naar het fotomoment als afsluiting van de middag. Iedereen even naar het podium. Joris erbij. Aad erbij. Ton, ik weet dat Ton nooit wil, maar Ton, kom. Kom op de foto. Directeur van Winternachten, die hoort erbij. Dit is het officiële fotomoment en terwijl de foto gemaakt wordt, ga ik iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. In ieder geval alle deelnemers van vanmiddag. Karin Amatmoekrim,
Jan Baker, Charlotte van den Broek, Kees het Hart, Atte Jongstra, Alfred Marseille, Aad Meinderts, Max Pam, Katinka Polderman, Benno Tempel, Anton Valens, Erik Vloeimans, Joris Wijsmuller. Dank ook aan het bestuur en de medewerkers van de Jan Kampert Stichting, de juryleden van de Jan Kampert Prijzen, alle scholen. Oh, jullie zijn sneller klaar dan het dankwoord. Alle scholen en scholieren die deelnamen aan de poëzieworkshops van het Haagse Dichtersgilde. Dank aan het Meermanno Museum en aan de drie optredende scholierendichters van vandaag die het allergrootste applaus kregen. Dank aan de samensteller van de middag natuurlijk Judith Uiterlinde. Dit was het Schrijversfeest 2017 en ook de afsluiting van de 22e editie van het Writers Unlimited Festival Winternachten. Onder zakelijke leiding van Tineke Vermanen. Waar zit Tineke eigenlijk? Daar, de onvolprezen Tineke Vermanen en de onvolprezen directeur Tom van der Langkruis. Het festival werd gemaakt door en we gaan gewoon nu in één geweldig applaus, wat we ook hadden gedaan bij de jonge dichters, de mensen bedanken. De programmacoördinator van dit jaar, de fantastische Sherwin Nekwe, met programmamakers. Francis Broekhuizen, Francis doe je, ja, fluit. Maarten van der Graaf, Tom van der Langkruis, Judith Uiterlinde, Jet Steins, Maria Vlaar, Francis de Souza, Gelinda Heijwegen, mijn eigen naam staat erbij, ik weet niet waarom. Vormgever was Reijer Post, productieleiding Hanna van der Ven, publiciteit Bert-Jan Zoet, Nieke Mulder en Colin Wels, grafische vormgeving Vivianne van Leeuwen. Coördinatie vrijwilligers Annelieke van der Elshout en Joya de Bok. Technische coördinatie, ik ben er bijna. Kees Koeman, volhouden. Vertaling, website of brochures, Gudrun Beel. Coördinatie, literaire vertalingen en beeldredactie, Lisbeth Huijer. Biografie en schrijvers, Marjan Terpstra. Dank natuurlijk ook aan alle vrijwilligers, medewerkers, technici. En als dank voor uw applaus is er nu een borrel. Veel plezier, yay, drank!